Ik ga met u een aantal dingen bespreken, dames en heren, die te maken hebben met mijn functie. Ik ben een onwaarzegger. Een onwaarzegger is iemand die de waarheden van waarzeggers ontkent. Maar daardoor dichter bij de waarheid komt te staan dan de echte waarzegger. Nu, dit soort van complexe zinnen ga ik niet blijven uitspreken. Maar het heeft een functie, omdat men wel eens denkt een trendwatcher, een trendwaarnemer, een trendverkenner, een trendscout is iemand die kijkt naar de toekomst en naar trends door met bomen te praten of theeblaadjes te lezen en dan een toekomstbeeld te schetsen. Dat doe ik ook, maar in mijn vrije tijd. Ik ben vooral professioneel bezig. Een professionele trendwatcher is bezig met het bevragen van wetenschappers. Waar halen we die wetenschappers? In Wageningen? In Leiden? In Leuven? In Luik? Ja. Maar vooral in de BRICS and next 11 countries. Het gaat al lang niet meer over BRIC-landen. Als u nog over BRIC-landen durft te spreken, maakt u zich eigenlijk een klein beetje belachelijk. En nu staan we op het punt om het tijdperk van Gobo binnen te stappen. Het tijdperk van Gobo, wat betekent Gobo? Gobo betekent grotesk, onvoorstelbaar, bizar en onvoorspelbaar. Het kan snel veranderen. The rate of change is changing. Gobo-fenomenen zijn gewoon fenomenen gemaakt door die wetenschappers, die bijzonder veel geld toegediend krijgen om groteske, onvoorstelbare, bizarre en onvoorspelbare dingen te maken, te bouwen, te realiseren. Waarvan u aanvankelijk zegt over my dead body. De onwaarverteller. Ja. Ja, een superleuk verhaal. Ja. Heel herkenbaar ook. Ik als het babybuster en mijn ouders natuurlijk als babyboomers. Toen hij al binnenkwam, had hij al meteen een grapje in het vat zitten, waardoor de zaal meteen los was. Hij had een goed verhaal, met name over de vernieuwende producten, waar je inderdaad in het verleden van dacht van nou, dat zal er wel nooit komen. Maar uiteindelijk zie ik de toekomst ook wel met vertrouwen tegemoet. En hij schetst wel een beeld van waar we wel goed over moeten nadenken, want als we kijken naar marketing en hij pakte het voorbeeld van de ouderen en de senioren marketing. En als je dan ziet van hoe je dat toch op een andere manier, op een betere manier kunt vormgeven. Door senioren te gaan benaderen, door ze op een andere manier te gaan zien. En de rock and roll daarin terug te laten komen. En dat doen we nu niet. Dus dat vond ik wel een hele leuke eye-opener. Zijn woordspelingen vond ik vooral heel leuk. Dus ik heb vooral genoten. Heel onderhoudend. Hij wist heel goed de zalen aan zijn lippen te laten hangen. Je volgt hem ook echt. Dat komt natuurlijk ook door een stuk hoe hij dat op zijn Belgische manier aanpakt. Met humor, maar ook zeker met inhoud. Ik hoor dat hij een klinisch psycholoog is. Ja, dat merk je heel goed in zijn verhaal.